dit zijn dingen die je nog nooit gezien hebt. En deze gast heeft een soort van airbag rugzak. Dus je zag het net, toen hij viel, kreeg hij een soort airbag die dus zijn klap opving. Waardoor hij dus geen pijn heeft terwijl hij viel. Waardoor hij dus geen pijn heeft van die val. Dat is echt ziek. Ik had dat nog nooit gezien. En zo'n dopje als dit heb ik ook nog nooit gezien. Bro, dit is echt raar. Ja, die melk komt dus uit een soort van gezichtje. ja, als ik dat als ontbijt zou hebben, zou ik er niet blij van worden. En wat hebben we hier? Hij stopt een naaldje. Ah, wat? Oké, dat is heel erg ranzig om te zien. Oké, daar ging een soort velletje van het oog af. Ja, dit is dus blijkbaar letterlijk wat er gebeurt als een dier wordt opgezet. En dus overleden is. En dan moeten ze dat zo eraf trekken. Echt, jongen, dit zijn dingen die ik niet eens zou willen zien. En daarom heb ik ze ook nog nooit gezien. Ja. Dit is de meest luxe trein ter wereld. Kijk deze trein. Ik heb dus opgezocht en een treinkaartje kost volgens mij voor een weekendje echt iets van 20.000 euro. Dus een weekend in die trein kost gewoon echt heel veel geld. Maar ja, dan heb je dus wel je eigen bed. Je hebt een, zoals je zag, een hele tafel. Je hebt eigenlijk gewoon een hotelkamer. En ondertussen ga je naar de locatie toe waar je heen wilt. Hoe vet is dat? Stel je voor, je chillt gewoon 6 dagen in een super deluxe hotelkamer. En je bent opeens in ja, weet ik veel, iets wat heel lang reizen is. Dat is nog vet. Dit is een muur volledig beplakt met kauwgom. Bro, dit is echt de meest ranzige muur ter wereld. Ja, blijkbaar ergens in Manhattan is dus een muur waar iedereen zijn kauwgom op plakt. En dat is deze muur. Had ik nog nooit gezien. Dit is verhuizen op een ander niveau. Zeg maar, in plaats van dat je van naar een nieuw huis gaat, dachten ze, nee, we nemen gewoon ons hele huis mee. Maar waarom ook niet? Weet je, zin in een nieuwe stad? Maar dat huis is toch zo prachtig? Boom, oplossing. What the fuck? Wat? Ik wist niet eens dat het mogelijk was. Kijk wat deze mevrouw met haar navel kan. Wat? Ze kan letterlijk de navel eruit trekken. Dat is echt raar. Wat? Hè? Zeg maar. Ik heb het nog nooit geprobeerd. En ik heb het ook nog nooit gezien. Maar een navel hoor je toch niet eruit te kunnen trekken? Of ben ik nou gek? We gaan door. Dit is raar. Dit is een worm. En als je met je vinger over deze worm heen gaat, dan geeft die letterlijk licht. Of het is een slak. Volgens mij het was een worm of een slak. In ieder geval, het geeft licht. Letterlijk, als je met je vinger eroverheen gaat, komt er gewoon een soort van groene gloed. Dat is echt heel erg cool. Heb je ooit een landschap gezien dat er zo uitziet? Ik heb dit echt nog nooit gezien. Dit ziet eruit als een soort van Minecraft in het echte leven of zo. Maar dan is alles rond in plaats van vierkant. Maar wat is dit? Zeg maar, ik wil naar deze plek toe. Kijk haar ogen. Haar ogen, zeg maar, haar pupil is een soort van... Een soort van, ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Een soort van pinnetje, weet je wel. Zo'n locatiepinnetje. Daar lijkt haar oog op. In plaats van een cirkel heeft zij dat. Oprecht. Ik vind dat oprecht wel heel erg cool. Zeg maar, het is gewoon bijzonder. En dat maakt het vet. En ik had het echt nog nooit gezien. Dus ik denk ook echt dat het heel bijzonder is. Kijk deze autostoelen. Wat? Dat is echt... Dat zijn echt hele rare autostoelen. Ik zeg je eerlijk. Maar op zich wel heel erg vet. Alleen, het enige probleem bij deze autostoelen lijkt mij wel dat het niet heel erg comfortabel is. Zeg maar, ik kan me haast niet voorstellen dat deze autostoelen comfortabel zijn. Jij wel? Dit is een trein of een bus. Ik heb geen flauw idee. Maar door deze kleine luikjes kan je een beer eten geven. Dat is echt heel erg... Dat is echt het coolste wat ik ooit heb gezien. Bro, ik wil met deze bus gaan rijden. Dus je kan gewoon op deze manier gewoon veilig, zeg maar, die beren eten geven. Hoe vet is dat? Dat is echt ziek. Wat is dit? What the fuck, bro? Deze mevrouw zit te lachen om iets wat op de deur zit. Ik wil niet weten wat dat is. Bro, als dat op mijn deur zou zitten, ik zou allesbehalve blij zijn. Ik ben heel erg blij. Wel, ik ben wel heel erg blij dat ik die dingen nog nooit gezien heb. Die dingen lijken gewoon op spinnen, maar dan nog erger. Dit is een levensgrote grijpmachine. Je kent de grijpmachine vast wel. Nou, dit is gewoon een grijpmachine waar je zelf, zeg maar, de grijper bent. Dus je takelt jezelf in die machine en je mag, zeg maar, zelf pakken. En alles wat je kan pakken is van jou. Nou, deze gozer had wel een hele goede vangst. Oprecht, dit is echt... Ik wil dit een keer doen. Hoe vet is dat? Ik raak altijd zo gefrustreerd van die dingen omdat ze het nooit vastpakken. En bij deze mag je het letterlijk zelf doen. Kijk dit bed. Dit bed heb ik nog nooit gezien. Dit bed gaat van... Nou, wat de fuck gebeurt er? Zeg maar, ze lag te slapen, maar ze lag daar boven te slapen of zo.
In een soort van donker... op een plafond. Ik snap dit echt niet. Oprecht wel heel erg vet. Ik zeg je eerlijk. Zeg maar, dat bed takelen ze gewoon omhoog. Dan heb je in principe gewoon nog een hele kamer waar je iets kan doen. Want ja, je bed zit helemaal daarboven. Normaal is je bed zeg maar het grootste gedeelte van je kamer. Dat is... oprecht wel heel erg handig. Stel je voor je bent op een boot en een noodboot moet opeens komen. Omdat, ja, dat moet gebeuren. Nou, dit is hoe reddingsbootjes tegenwoordig werken. Ze gaan een soort van witte capsules naar beneden. En ze maken het gewoon helemaal... Kijk, zeg maar, het is toch opeens helemaal... opeens een hele reddingshuis. Dat wou ik zeggen. Gewoon echt in 15 seconden. Gewoon twee van die witte dingen vallen naar beneden. En boom, je bent gered. Deze mevrouw heeft slakken op haar hoofd. Als een soort van schoonheids iets. Ja. Zeg maar, bepaalde dingen ben ik gewoon blij dat ik ze nog nooit gezien heb. Ik snap ook niet waarom je dit vrijwillig zou doen. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze er ook nog geld voor betaald. Misschien is het ook supergoed voor je huid, maar je kan ook te ver gaan, toch? En ik vind dit te ver gaan. We hebben hier een steen. En als je op deze steen met een zaklamp schijnt, zie je, dan gloedt het geel. Hoe cool is dat? Het lijkt op een doodnormale steen. Maar als je dus met een zaklamp erop schijnt, dan gloedt het helemaal in een bepaalde kleur. En deze steen gloedt helemaal geel. Het lijkt gewoon op een soort van lava steen. Dus hé, als je een steen vindt, schijn er een zaklamp op. En misschien heb je wel zo'n steen. Wajo! Ik had dit nog nooit gezien. Ik wist niet eens dat dit bestond. En ik wist ook niet dat dit bestond. Dit zijn 3D-foto's. Dit zijn dus fotolijstjes. En daar kan je dan digitaal je foto in doen. En dan lijkt het alsof die foto er 3D in zit. Dit is gewoon de toekomst. Oprecht, dit is de toekomst. Ik weet niet waar je zo'n kan kopen. Maar waarschijnlijk zijn ze ook veel te duur. Maar ik wil zo'n ding hebben. Gewoon, dan kan je zeg maar gewoon je familiefoto's en alles. Of je foto van je hond, weet ik veel. Gewoon in 3D zien. Hoe vet is dat? Dat is echt fucking vet. Dat is echt heel cool. Ergens op de wereld heb je geen blauw water, geen rood water, geen geel water. Maar blijkbaar een soort van lichtgroenig water. En dat komt dus blijkbaar omdat het water zo zoutig is, wordt het gewoon groen. Dit is blijkbaar allemaal zout. Ik dacht in eerste instantie dat het sneeuw was of zo. Maar blijkbaar is het zout. Deze zee is dus volledig gevuld. Of ik weet niet of het een zee is. Misschien is het een meertje. Maar is dus volledig gevuld met zout. Why, yo? Stel je voor, je slikt mogelijk wat van dat water in. Dat lijkt me niet heel lekker. In ieder geval, dames en heren, dit waren dingen die je nog nooit gezien hebt. In ieder geval, dat denk ik. Wil je nou nog meer dingen zien die je nog nooit gezien hebt? Klik dan snel op deze video. Ja, deze dingen had ik nog nooit gezien. En ik denk jij ook niet. Dus hey, als je dat wil zien, klik op deze video om nog meer dingen te zien die je nog nooit gezien hebt. Wop, klik nou. Geloof me, je gaat er verbaasd zijn. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En ik zeg, Mick out.